We staan op de pier van Scheveningen, vlakbij Den Haag, samen met Aart Takoma van Nogepa. Aart, wat is Nogepa? Nogepa, dat is de vereniging van olie- en gasproducenten in Nederland. En onze leden, 14 in getal, die halen olie en gas uit de Nederlandse bodem. En waaronder dus ook van de Nederlandse Noordzee. Aart, kun je mij uitleggen wat methaan is? Methaan is het hoofdbestanddeel van aardgas, zo'n 80%. Oké, hetzelfde aardgas wat bij mij uit het gas van huis komt. Zeker, en methaan is niet alleen een brandstof en een grondstof, mm-hmm. maar het is ook een broeikasgas. Oké, als broeikasgas ken ik voornamelijk CO2, is dat hetzelfde? Nee, dat is zeker niet hetzelfde. Methaan is een veel potenter broeikasgas dan CO2 en heeft dus een groter klimaatimpact. Van de methaan die vrijkomt bij de olie- en gasproductie, is dat een grote hoeveelheid op het geheel in Nederland? Nou, in vergelijking met de rest van Nederland hebben we een heel bescheiden bijdrage. Dat is 3,3% van de totale methaanemissie in Nederland wordt veroorzaakt door de hele gasketen. Dus dat is van exploratie en productie tot transport tot en met de distributie en de aflevering bij ons thuis. Is het niet zo dat olie- en gasmaatschappijen al jaarlijks rapporten leveren waarin staat wat ze produceren en wat daarbij vrijkomt? Ja, zeker. Dat doen we elk jaar. Dan worden er milieurapportages aangediend bij de overheid. En ja. Dat doen we in overeenstemming met alle afspraken die we daar in de loop van de jaren over hebben gemaakt. Ja. En krijg je zo niet de situatie dat de slager zijn eigen vlees keurt? Nou, dat is zeker niet de bedoeling. En daarom hebben we dus TNO, SCN gevraagd om dat onderzoek uit te voeren samen met de Universiteit van Utrecht. Oké, dan komt er vast een heel dik wetenschappelijk rapport uit. Ongetwijfeld. En dan? Op die manier willen we transparant zijn over de emissies. Aardgas zal in de komende decennia nog een belangrijke rol blijven spelen in de energievoorziening. En dan is het ook belangrijk dat we het gas op een zo schoon mogelijke manier produceren. Nou zien we elkaar nu natuurlijk maar over 3 weken nog een keer. Als de eerste resultaten bekend worden. Ja. Tot die tijd gaan we meetapparatuur aan boord brengen en de trossen losgooien. Dat komt in de volgende video. Zie je snel!